De prijzen in de winkels zullen op korte termijn omlaag gaan. Dit verzekerde president Chandrika Prasad Santokhi gisteren in het programma To The Point, waar hij te gast was. Hij ging in op een aantal zaken die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het land. Zo heeft hij aangegeven dat de hoge prijzen nu te wijten zijn aan de vele schakels in de sector, waardoor een ieder commissie maakt. Het staatshoofd wil er naartoe werken dat slechts één bedrijf de goederen importeert. Hierdoor zal er geen sprake zijn van tussenschakels. Het staatshoofd gelooft dat hierdoor de prijzen met tussen de 20% en 40% omlaag zullen gaan. In verband met het eerste zittingsjaar van de huidige regering heeft president Santokhi ook aangegeven dat er structureel gewerkt zal worden aan het wegennet van Suriname. Heel wat wegen verkeren in deplorabele staat, wat mede verergerd wordt door de aanhoudende regens. De regering gaat met lokale en buitenlandse bedrijven werken aan een meerjaren overeenkomst, zodat het wegennet verduurzaamd wordt. Ook is de regering bezig een nieuw woningbouwproject voor te bereiden. Er zal een aanvang worden gemaakt met het bouwen van huizen voor burgers tegen een redelijke rente. Enkele van deze projecten zullen zijn in Voorburg Kommewijnen. De Islamic Development Bank schenkt een bedrag van $9.000, terwijl de burger met $6.000 zal moeten inkomen. Een ander woningproject is op Paramaribo Noord, waarbij het Chinese Dalian via de Surinaamse postbaarbank SPSB de woningen zal bouwen. Verder zullen 300 woningen uit een schenking van China worden opgezet in Wanica. Voor wat betreft het opzetten van flatwoningen is er aan de Meestraat een terrein geïdentificeerd waar een flatgebouw zal worden opgezet. Hier zal volgens een groeimodel gewerkt worden, waarbij woningzoekenden 4 tot 5 jaren zullen kunnen wonen om in de tussentijd zelf te bouwen of een woning toegewezen te krijgen. Er is een clusterteam van ministers samengesteld om het grondbeleid verder uit te stippelen. Ook zal er binnenkort een webpagina gelanceerd worden waarbij elke burger zich kan registreren voor een perceel of woning of perceel met woning.